De politie heeft dinsdagavond een inval gedaan bij het woonwagenkamp aan de Molenland in Wilnis. Het arrestatieteam viel het kamp binnen in verband met een lopend onderzoek in zaken de wet wapens en munitie. Een woordvoerder gaf aan dat een 31-jarige man uit Wilnis is aangehouden. Het arrestatieteam kreeg ondersteuning van een politieheli en verschillende agenten.